Iedereen gooit het streed in je gezicht. Shopify dropshipping hier, verkopen op Bol daar, YouTube automation hier, crypto hier. Zoveel businessmodellen en zoveel mensen met dubbele agenda's. Want iedereen zegt niet voor niets iets. Als iemand zegt van hey, crypto is het beste businessmodel wat jij kan beginnen in 2024, is dat vaak om zijn eigen cursus te verkopen. En ik doe het compleet andersom. En ik ga je precies vertellen waarom Shopify dropshipping wel of niet een goed businessmodel voor jou kan zijn in 2024. Want er zijn tal van voordelen van Shopify dropshipping, maar er zijn ook enorm veel nadelen die heel veel goeroes je niet vertellen. En dat wil ik vandaag allemaal gaan blootleggen in deze slaapkamerachtige video in Bali. In ieder geval laten we er gelijk induiken. Shopify dropshipping. Nou, ik ben hier zelf al meer dan 5 jaar mee bezig momenteel en met echt vele ups en downs. Het is niet altijd alleen maar goed gegaan. En veel mensen die zeggen dat je maar een paar honderd euro nodig hebt om met Shopify dropshipping te beginnen. Ja, het kost maar een paar honderd euro om een KVK en dingetjes op te zetten. Maar om echt een business van de grond te krijgen, ja, heb je gewoon minimaal een paar duizend euro nodig. En heb jij die momenteel nog niet, ja, dan raad ik je echt aan om die paar duizend euro bij elkaar te sparen. Dus kijk of je shit hebt thuis die je kan verkopen of dat je baantjes kan nemen, het liefst online baantjes of iets in die richting om gewoon geld te harken, weet je. Want ja, als je geen paar duizend euro hebt, dan ben je de enige die daar verantwoordelijk voor is. En ik zie heel veel mensen die gewoon puur hun cursus willen verkopen en geen goede resultaten aan hun klanten willen genereren. Ja, dat is niet hoe ik het wil doen. Ik wil gewoon mijn klanten de best mogelijke ervaring geven in Shopify dropshipping verkopen op Bol. En daarom hebben we ook een succesgarantie. Want ja, als je zonder mentor of coach start, ook toen ik was begonnen, ja, ik had geen idee wat ik eigenlijk aan het doen was. En ik deed eigenlijk zomaar wat. En ik ging van hier naar daar. En ja, ik dacht dat ik heel goed wist wat ik aan het doen was, maar ik haalde weinig tot geen resultaat. En het moment dat ik een coach inschakelde, ja, ging het bij mij een stuk beter. En dat zeg ik niet puur om mijn eigen cursus te verkopen, want ja, ik slaap er echt niet minder om als jij geen cursus bij mij afneemt. Want mijn main business model is nog steeds Shopify dropshipping en verkopen op Bol in 2024. Alleen, het belangrijkste is dat je dus weet van hey, wat zijn de gevaren van Shopify dropshipping? Want ja, iemand kan je heel makkelijk ook kopiëren. En dat is iets wat ja, heel makkelijk is om zelf dus je concurrenten te gaan kopiëren. Dus gewoon heel hun productpage, heel hun productpagina, heel hun product, heel hun videoadvertentie. En gewoon precies hetzelfde gaan doen als hun. Ja, dat heeft superveel voordelen, want je bent heel snel klaar en je kan heel snel schakelen. En daarom zie je ook dat in Shopify dropshipping heel veel mensen zitten die puur voor het snelle geld zitten. Dus gewoon, hey, ik wil snel wat cash harken en dan wil ik naar Dubai of iets in die richting. Ja, dat is niet de mindset die je erbij moet hebben. Het is echt een lange termijn visie. Ik zou echt zeggen, geef het minimaal een jaar en werk er elke dag hard aan. En doe elke dag X amount of input, zodat je uiteindelijk ook output kan krijgen. Want ja, enige dingen die voor jou resultaat gaan genereren in Shopify dropshipping is het testen van producten. Simpelweg. Maar hoe meer producten je test, hoe meer adspend daarin zit. Dus het is belangrijk dat je een aantal skills cruciaal onder controle hebt. Nou, daar praat ik echt dagelijks over in mijn YouTube-video's, of in ieder geval bij de wekelijkse uploads, is product research. Nou, het vinden van de juiste producten is zo cruciaal. Want als jij zomaar wat gaat testen en gewoon denkt van hey, iemand anders draait het, dus ik ga het ook testen, is dat niet precies de manier. En je moet ook een marketingsinvalshoek hebben bij je product. Dus je moet ook weten van hey, ik heb hier bijvoorbeeld AirPods, maar hoe ga ik die verkopen? Ja. Dat is het hele ding. Dat moet je echt goed weten en jezelf constant blijven verbeteren. Een nette website bouwen, waarin ik binnenkort ook een hele tutorial voor je ga maken. Waarin ik gewoon een heel mijn website blootleg en waarin je gewoon kan zien wat voor mij werkt. En misschien kan het ook voor jou werken. Ja, dat is echt mijn hele bedoeling van dit kanaal. Niet per se zeggen van ja, jij moet dit gaan doen of dit is de manier. Ik teach gewoon alleen mijn eigen manier. Alleen hetgene wat ik zelf heb gedaan. En ja, hopelijk kan jij hier iets van leren. Want ja, je hebt gewoon enorm veel aan het Shopify dropshipping business model. Omdat ja, het kost je maar een paar uur per dag. Je kan het van iedere plek in de wereld runnen. Het is super snel schaalbaar. Alleen ja, je kan het niet echt exiten. Dat is ook weer iets. Je kan het niet verkopen. Dus ja, dat is misschien welke fase jij in je business staat. En hoe je daar zelf naar kijkt. Ik heb bijvoorbeeld ook Shopify dropshipping stores. En ja, die ik nu run en ik weet, die ga ik niet voor een exit verkopen. Dat doe ik gewoon puur om cashflow te genereren. Nou, met coaching is dat misschien precies hetzelfde. Omdat mensen bij mij een aankoop doen en dan willen ze leren hoe dit model werkt. En het verkopen op Bol. Maar zodra ze dat hebben geleerd,
dan houdt het eigenlijk op. Dus ja, mijn bedoelingen zijn momenteel echt niet om exits te maken. Ik ben gewoon puur bezig voor cashflow voor mijn coaching business en voor mijn Shopify dropshipping business en verkopen op Bol. Daarnaast heb ik ook nog een brand die ik run. Daarin zal ik je iets meer over vertellen in de nabije toekomst. Maar ja, het is gewoon super belangrijk om dus te weten wat Shopify dropshipping echt is en de waarheid. Want heel veel goeroes vertellen je niet dat je een paar duizend euro nodig hebt, dat je niet kan exitten, dat er heel veel tijd in zit, dat het niet 1, 2 uur per dag is, dat het gewoon echt een fulltime job kan zijn om een website te runnen. En heel veel mensen laten het zo makkelijk lijken, puur om hun eigen cursus te verkopen. Dus ik hoop dat je daar absoluut niet in trapt. Het heeft superveel voordelen natuurlijk. En ja, daarom kan je er ook heel veel resultaat mee behalen. Maar ga er alsjeblieft niet van uit dat je binnen 2 maanden kan stoppen met je 9 tot 5. Want ja, zo werkt het in 9 van de 10 gevallen niet. Er zijn altijd uitschieters, maar ik raad je aan om gewoon wel je doelen te gaan stellen. En de doelen die ik je aanraad om te gaan stellen, bijvoorbeeld. En die ik ook nu stel voor een nieuwe Shopify dropshipping store waar ik mee bezig ben. Je eerste 100 euro dag op Shopify. Schrijf die op. Je eerste 500 euro dag op Shopify omzet. Je eerste 1000 euro omzet op Shopify. Je eerste 2000 euro omzet dag op Shopify. Je eerste 5000 euro omzet dag op Shopify. Je eerste 10.000 euro omzet op Shopify. Dat zijn een aantal doelen die ik voor mezelf heb gesteld weer dit jaar om te runnen met mijn eigen Shopify dropshipping business en met mijn brand. En ik ga je daar veel meer over laten zien in de nabije video's. Want ik heb heel veel video's voor je gemaakt, ja, waarin ik superveel informatie laat zien, maar weinig video's waarin ik nog laat zien van hey, hoe doe ik het zelf? En dat is echt iets wat ik graag aan je wil laten zien in de komende tijd. Want ik maak deze video's niet om mijn eigen coaching te verkopen. Ik doe dit echt puur omdat ik dit leuk vind en omdat ik hoop dat jij hier waarde uit kan halen. Want een aantal jaar geleden toen ik begon, had ik gehoopt dat ik dit kanaal misschien had ontdekt. Het is misschien nu klein en weinig volgers, maar ik hoop dat je de groei kan zien in de komende tijd die ik zelf als persoon meemaak, in mijn business, in mijn content en dat je daar zelf ook inspiratie uit kan halen. Dat ik niet aan de top ben begonnen. Nou, ik hoop dat je dit een super interessante video vond. En mocht je hulp nodig hebben met je Shopify dropshipping business, volg me hieronder op socials. Like en abonneer op deze video. En dan zie ik je weer de volgende keer. Ciao, ciao.